Hier kunt u zien hoe laserontharing op de benen plaatsvindt. We maken hierbij gebruik van de diodelaser, de Palomar Vectus. Voor de behandeling wordt het gebied afgetekend met een wit potlood. Daarna wordt de beharing weggeschoren en wordt er een speciale lotion op de huid aangebracht. Voor de laserveiligheid dragen we ter bescherming van onze ogen een laserbril. Door deze laser kunnen we 2,5 keer sneller behandelen. En hierbij werken we met twee verschillende handstukken. Een grote voor het lichaam en een kleine voor het gelaat. Het laserhandstuk wordt goed op de huid aangedrukt. Elke keer verplaatsen we het handstuk hoger en zo wordt het gebied in gelijke banen behandeld. Tijdens de behandeling wordt vaak een normale tot sterke priksensatie gevoeld. En na de behandeling blijft er een lichte warmte achter. Deze behandeling wordt na 6 tot 8 weken herhaald. De huidtherapeut zal met u overleggen hoeveel behandelingen wenselijk zijn voor het meest optimale resultaat.